Dus hier is een rijtje en een heel typische vraag is dan om een elementje te gaan bedekken. En dan wat zou er hier moeten komen? Een geel sterretje. Kleuters worden ook vaak gevraagd om het patroon aan te vullen. Maar wat ook zinvol zou kunnen zijn is om elementjes te gaan bedekken. En om dan aan kleuters te gaan vragen van oké, dit is het patroon. Wat zou er nu hier komen? En dat ze dan kunnen gaan denken van oké, sterretje, hartje, sterretje en opnieuw een hartje. Dus wat je zou kunnen doen is een patroon maken, bijvoorbeeld geel blokje, een rood blokje. Dit is een AAB patroon. Dan zou je aan kinderen kunnen vragen, als ik dit rijtje nu helemaal blijf verder zetten, heb ik dan meer gele of meer rode blokjes nodig? En op die manier ga je eigenlijk al heel abstract aan de slag met kleuters, maar op een manier die heel concreet en begrijpelijk is voor hen. De meest typische patronen zijn herhalende patronen met twee verschillende elementjes. Maar je kan natuurlijk ook zo'n patroon maken, A, A, B. Of je kan een patroon maken met drie verschillende elementjes. En zo kan je het eigenlijk altijd meer en meer complex gaan maken. Daarnaast zijn er ook veranderende patronen die we gebruikt hebben, waar je bijvoorbeeld een geel sterretje, een rood hartje hebt, opnieuw een geel sterretje, maar een rood hartje en nog een rood hartje, dan opnieuw een geel sterretje, dan een rood hartje en nog een rood hartje. En hierbij moeten kinderen eigenlijk gaan zien van oké, hier dit stukje, wat verandert er? Er komt altijd één rood hartje bij. Van hier naar hier, wat verandert er? Er komt altijd één rood hartje bij. Thank you.